Happy New Year! Zieke delay. Echt hele zieke delay. Ja? Ja, echt heel ziek. Ja, ik klap en jij echt 2 seconden daarna, alsof je in een ander universum zit. Het zit hem in die nieuwe oortjes van mij, denk ik, jongen. Ja, dat ook. Het zijn wel zieke dingen, hoor. Ja, jongen, het werd tijd, jongens. Ja, weet je wat het is? Ik heb gewoon een heel warme band met de mensen van Skype. Dus ik vond dat altijd heel fijn, maar jij werd er niet zo vrolijk van. Nee, dit is echt beter. Klopt, ik ben het helemaal met je eens, jongen. Ik kan veel vrijer bewegen. Het is echt het is heerlijk. Maar raar dat we zitten hier delay. We bellen toch gewoon via normaal? ja, ik weet het ook niet. Maar ik klap zelf en een halve seconde later hoor ik jou klappen weer. Ja, dat is verschrikkelijk. Het leven is verschrikkelijk. Maar Weiland. Het leven is zo... Oh, ja? Hey, we hebben niet zo lang. We gaan de volgende keer weer een klok ophangen, ergens in de verte. Dat is leuk. Dan kunnen we kijken, zien hoe lang we bezig zijn. Misschien voor jou, bij jou in de ruimte mooi. Want bij mij moet die dan heel veel. Ja, dat is wel leuk. Oké, het is nu 2:30 op maandag, 4 januari. Moeten we denk de kijkers nog even beste wensen namens de veteranen, jongen. Nee, joh. Moet jou het. Ja, ik doe dat ook niet, ja. Maar goed, ik zie iedereen het altijd doen. Weet je? Wat is dit dan? Komt dit van jou? Ja. Dit moest andersom. Dit klopt niet. Ik zou dat moeten zeggen en zeggen van, beste wensen, boeit jou het, man. Ja, precies. Ja, weet je, mij boeit het echt geen reet. Ik zie het als van, 31ste is gewoon een dag en die 1 januari is ook weer een dag. Ja, dat is wel waar. Jij zegt niks raars. Nee, maar mensen doen... Nee, maar mensen doen net alsof ze een hele nieuwe fase in hun leven ingaan. Weet je van... Jij snapt niet... Kijk, weet je wat het is? De mens heeft in de loop der tijd, en dan heb ik het over eeuwen, gewoon bepaalde momenten uitgekozen om gewoon even te vieren, even te celebraten, een beetje te feesten. Er wordt zo hard gewerkt, weet je, er is zoveel ellende in de wereld. Soms moet je gewoon even stilstaan bij wat er in een bepaald tijdsbestek is gebeurd. Dit is nou eenmaal die ene dag geworden dat ze de kalender hebben beëindigd. Weet je, dit is wat het is. Okay. Vier nou maar gewoon een keertje feest, jongen. Ja, ik ben niet Ik ga die ene foto, ik moest zo hard lachen toen die voorbij kwam in die app van Wintersport. Melk. Nee, die een van die gasten, dat je hem zo 1:12, zie je hem zo. Ja, dat ben ik. 12:00 geeft hij zijn moeder een knuffel. 1:12. Zit ja, dat ben ik. Gamen. Ja, ja. Ja, schitterend. Ik moest zo hard lachen. Niet echt met game direct, maar wel gewoon van... Dat, kijk, wij zaten ook, het was sowieso dit jaar natuurlijk raar, maar normaal gesproken dan iedereen is zo bezig, zeg maar, daarmee. Ik weet niet, ja. Ik heb echt dat ik denk van, ja, ik sluit me liever, zeg maar, in coma rond dat tijdstip. Zodat ik niet meemaak gewoon wat op die dag gebeurt. Dat heb ik liever. Ik heb echt oud en nieuw en Koningsdag bijvoorbeeld. Dat zijn van die dagen dat ik echt denk van, ja, ik kan gewoon niet nuchter zijn. Want ik moet dat niet normaal meemaken. Zo, ik weet niet wat het is. Ja, jongen, je bent een aparte jongen, maar dat wisten we al. Ik wil in elk geval iedereen wel gelukkig nieuwjaar wensen, jongens. Ik hoop iedereen even goed feest. Ja, dat deed ik ook. Maar ja, dat mag niet. Oh ja, kid. Oké. Hey, maar Weiland, we moeten tempo erin houden. Nog maar een uur. Oh ja, klopt. Ik ga met Robben spelen. Jij? Ja, ik ga ook met Arjen Robben spelen. Speciaal voor jullie, jongens. Arjen Robben, de verdette, de kale veteraan. Dat is wel echt een kale veteraan. Toch? Ja, hij is wel een kale veteraan, ja. Sowieso. Dat vind ik ook. Nou, dat vind ik dus ook. En, wat dus leuk is, Weiland. We gaan heel veel kijkers zeggen altijd van, waarom doe je niet eerst husselen met de Wheel of Names voordat de spelers genoemd. Dus we gaan nu een keer op aanraden van bepaalde kijkers gaan we dat doen, jongen. Kijk, we gaan eerst shuffelen. Kijk, en dan klikken we. Ik heb geen idee waar het op gaat eindigen. Het zal allemaal fantastisch zijn. Nee. Oh. Het is niemand minder dan the one and only. De one and only lange afstand. Kijk. Lange afstand? Dus dat betekent... Flikker op, man. Broer, doe iets anders, man. Niemand vindt dat leuk om te zien, joh. Hoezo? Dat is gewoon normaal, hè? Lange afstand? Ja, dat betekent gewoon dat je van buiten 16 een extra punt krijgt voor een schot. Voor een goal, sorry. Oh, oké. Hij telt wel gewoon als je normaal scoort. Nee, je mag in de 16 en buiten 16 scoren. Maar in de 16 is volgens mij gewoon 1. En de buiten is 2. Dus dat betekent... Kijk, dat is wel leuk. Dat betekent dat je mensen moet gaan selecteren die van afstand kunnen poffen. Klopt. En Robben heeft dus afstandsschot 90. En dus komt dit geweldig van pas. Van passie. Het komt geweldig van passie. Ik heb goed nieuws. Ik heb dus nieuwe witte oortjes. En die matchen heel mooi bij mijn... Ja, hij lijkt hagelnieuw. Hij lijkt gewoon brand new. Mijn witte bordje. Kijk, dezelfde kleur. Zie je dat, jongens? Dus, heel mooi. Toch? Echt schitterend. Ja, echt fantastisch. Dankjewel, jongen. Mooi zo. Nee, maar echt mooi, jongen. Echt toch? Ja. Vette, ik wil even één ding kwijt. Je bent goed bezig.
Ja, jij ook, jongen. Echt met je leven gewoon. Nee, maar jij ook. Echt. Ik ken niemand die zo goed en fijn bezig is met zijn leven. Ja? Ja, nee, maar oprecht. Wat dan? Moet je wel even beargumenteren dan? Nee, dat doen we straks. Ik schrijf eerst even de formaties op, jongen. Ja, is goed, jongen. Doe jij dat lekker, jongen. Jongen, wat een stuk verdriet eigenlijk ook. Oh, wat een teringlei, jongen. Oh, wat een teringlei is het ook af en toe, jongen. Ik heb nog zo goed herinneren dat die gast dat zei toen bij Boxing Stars over jou. Dat vond ik zo mooi. Dat hij eigenlijk zei van, die Koen is eigenlijk gewoon een vieze teringleier. Echt een irritant teringventje of zo, dat zei hij. Ja, hij zei een teringleiertje, ja. Ja, nou. Maar omdat ik hem zo met mijn arm om zijn nek vast had en zo begon te stompen, toch? Ah, oh, dat weet ik niet. Ik dacht dat hij gewoon vaker jouw video's keek. Hé, maar... Oh ja, dat kan ook. Ik heb ze opgeschreven, jongen. Welke formatie ik ook, ik ook. Ik wil de formatie 4-1-4-1. Oké, nou die mag jij. Lekker zeg. En jij? 4-3-3-4. Ha! 4-3-3 heb ik opgeschreven. Ja? Ja. Kutzooi. Kutzooi. Lekker zeg. Wat een goed begin voor Valentie. Oh, wat een kutjaar. Oh. Klopt, jongen. We gaan gewoon dezelfde voet verder. Echt waar. Ik zei het al. Ik dacht 2021 wordt een beter jaar. Nou. Maar je hebt echt ook met oud en nieuw gewoon niet genoten. Je hebt gewoon geen leuke avond gehad. Ja, jawel, ja, op zich wel, maar ik vind normaal, kijk, oud en nieuw is normaal, dan zijn wij altijd bij elkaar sowieso, dan zijn we lekker naar een feestje, gaan we helemaal naar de ratten, dat ik echt 4 dagen lang alleen nog maar naar het plafond boven mijn bed kijk dan. En dat heb ik gewoon niet gehad, dat is jammer. Ik heb wel een hele fles rum met Warrior opgezopen, dus op zich, ja, ik voel me wel. Maar het was anders, weet je, ja, kijk, ja, het is gewoon allemaal een beetje anders. Ja, ik hoef het niet uit te leggen, dat snapt de hele wereld. En ik had net zelf... Je mag met op formatie 3-4-3 spelen. En ik had net zelf met die campagne met de gemeente Arnhem en zo gedaan. Met blijf thuis, doe voorzichtig. Ja, ja, dan ga ik zelf ergens helemaal naar de ratten. Ja. Nee, maar je kunt toch. Nee, dat bedoel ik niet. Maar je kunt toch gewoon gezellig, klein, besloten. Je kunt toch met drie mensen gewoon iets leuks doen. Nee, dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik ook gedaan. Ah, oké, goed zo. Nee, daarom. Dus daarom vroeger. Je hebt toch gewoon een leuke avond gehad. Maar... Oké, ik heb hem. 3-4-3. Hij staat als rechts voor. Oké, geweldig. 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 Oh, yeah. 4-1-4-1 had jij, hè? Klopt. Ik wil graag met leuke spelers beginnen. Oké. Nou, jij mag beginnen, jongen. We beginnen met jou. Striker rechtsback? En CM. Nee. Mijn spits en mijn rechtsback. Nee, je CM en je striker doen we. Waarom? Ja, de backs doen we op het einde, jongen. We moeten het wel synchroon houden. Oh. Oké, is goed. Nou, vooruit. Ik heb ze al. Oké. We gaan het dit jaar helemaal anders doen, jongen. Ja? Ja, we gaan het helemaal anders doen. Hoe kan je ze nu al hebben dan? Ja, ik zat al een half uur op jou te wachten, zoals altijd. Nee, je had je team al van tevoren gebouwd, hè? Dat is het. Nee, ik heb serieus wel, omdat ik die SBC al deed, ik zat 3 kwartier geleden, zat ik al klaar. Ik had wel even na zitten denken van, oké, hoe ga ik het doen, ja? Oké, nou, ik heb 2 namen voor je opgeschreven. Oké, nou, vertel. Nee, dat mag jij doen. Oh ja, klopt. Vette. Het zijn wel 2 icons, dat kan ik je vast verklappen. Echt niet? Ja, tuurlijk. Dat geloof ik niet. Nou, ik ben gegaan voor... ja, die heb je sowieso opgeschreven, denk ik. Ik ben gegaan voor Quincy Promes en Brian Linssen. Yes. Yes. Ja, die heb ik. Allebei. Echt niet? Mm-hmm. Echt niet. Allebei? Mm-hmm. Echt niet? Nee, oké. Okay. Alleen Promes. Sorry. Wat loop je nou weer stoer te doen, jongen? Waar had je Promes? Als de enige plek waar die mag. Oh ja, tuurlijk. Hij is een kan. Ziek zeg. Dan had hij Linssen als spits. Vet zeg. Hij is toch een spitskaart of niet? Ja, zeker. Doe je goed, jongen. Ja, jongen. Ja, toch? Ja, ziek zeg. Ja, daarom, jongen. Oké, jongen. Nou, omdat jij zo graag Quincy Promes wilde. Ja, krijg ik. Krijg jij iemand die niet op Quincy Promes lijkt? Oké, ja, ja. Maar je krijgt wel iemand van mijn favoriete voetbalclub. Oké. Maar het is... is het een bronzen? Ja. Is het die... hoe heet die ook alweer? Die vriend van jou? Precies. Nee, ik krijg Patrick Vroeg. Precies. Patrick. Nou, Patrick, welkom terug in mijn team, jongen. Ik heb je vorig jaar ook gehad, volgens mij. Ja, klopt. Je had hem vorig jaar ook al ergens. Ik weet niet meer welke aflevering. Patrick Vroeg. Daar is hij weer. Kijk, hij lacht nog steeds zo vriendelijk. Het is echt een vriendelijke jongeman. Ja, jongen. Hij is altijd vroeg bij, jongen. Hij is wel goed, hoor. Goeie stats. Ja, zeker. Hij kijkt ook altijd. Ja, nee, maar hij is goed bezig, sowieso. Oké, nou, kijk, daar ga ik niet op achteruit ten opzichte van hoe ik het had bedacht. Dus dit komt wel goed. Klopt. Nee, dan. Oké, jongen. Gaan we naar jouw spelers, jongen. Gaan we naar jouw spits en rechtshalf dan? Ja. Is goed. Succes. Heel veel succes, jongen. Hè? Jij ook, jongen. Ik heb ze ook. Ja? Ja. Oké, jongen. Zeg het maar. Oké, jongen. Op de rechterkant ga ik voor een speler die wij een keer hebben gebruikt. Met de veteraan al. Zijn naam is Kerk. En in de spits
gaan wij voor een icon. Ik heb toevallig gisteravond... Ja, ik ben gewoon echt fan van hem altijd al geweest. Gewoon een vette speler, vette icon. Ik dacht, ik ga hem een keer gebruiken deze week in de Squad Builder Battle. Zijn naam is Ruud van Nistelrooy. Oké, jongen. Heb je goed gedaan. Ik had Donjo Malen en Girano Kerk. Ja, ik hoorde het al. Ik hoorde dat vieze geriffel bij die eerste... Geriggel? Ja, natuurlijk, jongen. Dit is gesniffel, gesnaffel. Ja, ik wilde van Berg. Dat... Kut, sorry. Ja, dat dacht ik al. Heb jij die kaart van hem? Nee, dat hoopte ik dat jij dat dacht. Ja, ik twijfelde, maar ik dacht van, nou ja, nee, dat zal wel niet. Van Nistelrooy, moet je maar weer spelen, zeg. Jezus, Mina. Ja, ik heb van de week dat op, weet je, de Days of Ruud van Nistelrooy in de Premier League. Ja, het is zo vet als je dat ziet, hoe fucking veel goals, hoe goed zo'n gast eigenlijk was, weet je. Ja, dat is prachtig. Ja, klopt. Hij was echt goed, ja. Dat was echt niet normaal. Ja, ik heb wel een leuke speler voor jou. Hij lijkt het serieus... Nee, dat zit er helaas niet in, die is te goed. Maar wel, kijk, het is toch oosten van het land, dus hij is niet ver verdwaald. Het is een Deen, maar hij speelt in de Eredivisie. Ja, zijn naam is Lunding. Lunding? Lunding. Maar speelt hij bij Heracles? Ja. Ik gaf jou tenminste een groen linkje, jongen. Doe je mij dit aan? Weet je hoe dat komt? Serieus, als jij niet een icon in de spits had gedaan, had ik het niet gedaan. Alleen, anders kon jij echt al alle kanten op. Snap je? Ik moet je toch. Maar als jij geen icon had, had ik niemand van Heracles gedaan. Dan had ik je een groen linkje gegeven. Omdat je dan nog gewoon met Nederlanders door moest. Maar nu kun jij letterlijk alles. Ik zou mezelf echt in de voet schieten als ik je nu niet een klein beetje zou naaien. Klopt, jongen. Dus het spijt me, jongens. Ja. Zo worden die jongens geboren tegenwoordig. Hoe? Genaaid. Ja. Ja, er moet eerst genaaid worden voordat er een jongen geboren kan worden. Klopt. Ja, klopt. Nee, helaas, jongen. Oké. Hey, we gaan snel door. We gaan door. We moeten door, jongen. De tijd... Zullen we mijn rechterkant afmaken? Dat doen we ook nooit. Dat we gewoon zo van rechts naar links vlammen. Ja? Mijn rechtsback en mijn rechter centerback bijvoorbeeld. Ja, wat jij wil. Ik hoor geen enthousiasme. Ook. Dan doen we mijn mid en mijn linkshalf, denk ik. Ja, en je CDM. Niet? Doe maar die drie gewoon. En mijn CDM. Zo, wat een gekse. Oké. Ah joh. Fuck it, ik zie het wel. Dan wordt het een bronzen feestje. Maakt niet zoveel uit. Okay, ik heb alles hier al staan, jongen. Dus ik zeg gewoon wat ik heb. En het kan zomaar zijn dat ik 2 of 3 bronzen weer aan toe moet voegen. Maar ik heb gewoon echt een prachtig team gebouwd. Ik weet zeker dat mensen me daar echt graag mee zouden zien spelen. Ik heb Gravenberg, Wijnaldum, Bergwijn. Sorry? Heb je ze alle drie of niet? Nee, ik hoor het echt. Ik hoor het echt niet. Het ging zo snel. Oh. Gravenberg, Wijnaldum, Bergwijn. Oh. Ja, het is heel voor de hand liggend, ik weet het. Je hebt er sowieso 1, waarschijnlijk 2, misschien zelfs wel 3. Ik heb er 1. Oh, dat valt me mee. Als je raadt wie het is, wie ik heb, dan spaar ik. Ja, dan oké, okay, als ik nu raad welke van de 3 je had opgeschreven, dan mag ik hem alsnog opstellen. Nee, maar dan geef ik je een mildere versie voor terug. Ja, het zou wel hard zijn. Oké, okay, dan moet je een zilveren doen. Als ik het raad welke van de 3 je had, moet je een zilveren doen. Dat is goed. Even denken. Aangezien ik voor 2 eren... Ik denk toch dat je dan Gravenberg had opgeschreven. Helaas, ik had bijna al. Ah, kut. Jammer. Ah, was leuk, hè? Even zo'n deal in de deal. Waar had je Wijnaldum? Gewoon mid-mid. Linker mid-mid. Dat is toch logisch? Ik heb Bergwijn links. Nou ja, Gravenberg had je als CDM dan. Ja, precies. Nou, dan gaan we even kijken. Kijk, anders had ik je gewoon Bazoer zo gegeven. Mag toch alsnog? Oh nee, die is natuurlijk goud gewoon. Nou, die is zilver. Is die zilver? Ah, oh, het is die 74 of zo dan. Ja, even kijken wie leuk is, hè? Okay, heb je ook, weet je, dan heb je 2 jongens van Vitesse op het middenveld. Passen. Boeit jou het, jongen. Ja? Met linzen ervoor. Kom op, man. Ja, is goed. Je krijgt 2 mensen van Vitesse, ja? Maar je moet ook gewoon mijn, weet je wel, mijn, ja, gewoon mijn... Ja, mijn... Je krijgt 2 mensen van, je krijgt iemand van Vitesse bij. Je krijgt Thomas Bruns, Nomadski. Ah, nou. Is wel zilver, dus die hele deal van net, die sloeg nergens op, maar... Jij durft het gewoon niet aan om mij dan Bazoer te geven. Is het echt zo erg? Nou ja, jij durft dat gewoon niet aan. Het is gewoon meer, ja, ik vind het lekker dat ik toch hier nog even dan brunch geef, snap je? Dat okay. Ja. Ah, weet je wat het is? Ik hou ook wel van brunchje. De brunch. Bruno Fernandes. Oh nee, Bruno Perez. Oh nee, ook niet. Bruns. Nou, die is binnen, jongen. Dit wordt een geweldige ploeg. Oh, het middenveld is zwak, jongen. Ja. Oh, joh. Het is lange afstand, hè. Dus dat wordt... Ja, dat maakt niet uit, joh. Boeien. Die Linz is ook goed met afstandsschoten. Ik ben wel heel benieuwd, serieus. Daar was ik dus heel benieuwd naar. Naar die Gravenberg. Ja, die heb ik ook niet gedaan. Ik heb zowel Van Bergen als Gravenberg niet gedaan. Maar ik denk niet dat dat heel bijzonder is. Hij schijnt lijp te zijn, hoor. Ik heb alleen nog niet gebruikt. Dus we gaan het meemaken. Oké, okay, jongen. Hey, okay, waar jongen. Gaan we bij mij heen? Dat wordt lastig. Bij jou? Nou, boeit mij het. Je linksbuiten. Je linksbuiten, ja. En je 2 mid-mids. En met 2 mid-mids. Ja.
Oké. Okay. Jongen, ik heb ze ook. Ja? Ja. Oef. We beginnen als linker CM. Ja. Zetten wij neer. N'Golo Kanté. Dan als links buiten gaan wij voor, even kijken, niemand minder dan Yuming Song. En als centrale middenvelder gaan wij voor the one and only Wijnaldum. Hoppa, kijk. Oké, jongen. Ik had Donny van der Beek, Frenkie de Jong en Yuming Song. Echt niet. Ja, fucking ziek. Oh, dat is zo ziek. Ik zet eerst Carrasco erin. Ja, ja, boeien. Je hebt het gewoon vernaaid, jongen. Oh, dat is zo erg. Ik zet Carrasco erin. Dat is zo schitterend. Nee. Schitterend. Misschien heb je het gezien. Toen dacht ik, nee, ik zet toch Son erin. Die ik, Son of God. Gozer, je mag Erik Valkenburg op linksbuiten zetten. Dat is nog eens een mooie speler, jongen. Valkenburg? Erik Valkenburg, linksbuiten, 47 pace. Ik hoef er niet lang te denken. Kanté en Wijnaldum. Ziek hoor. Wat een gek, die Valkenburg. Jezus, Nina, man. Echt gênant. Je had mij een zilveren gegeven. Nou, nah, maar niet. Ik heb Brian Linz in de spits. Okay. Echt gênant dit. Erik Valkenburg. Dat is heel gênant. Vette, je mag mijn backs raden, jongen. Ik heb ze al. Is goed. Oké, Vette, jij hebt ze, hè? Ik heb ze, kom maar. Oké, jongen. Ik heb op de backposities twee fenomenale voetballers. Namelijk Reggiano Habs en Kenny Tete. Nee, heb ik bijna niet. Helaas. Mooi. Wie had je? Die Acuna of zo en Kluiber. Acuna? Ja. Wat een gek, zeg. Oké, top. Ah, dan gaan we naar jouw team, jongen. Is goed. Je linkshalf en je rechter centerback? Ja, mag. Oh. Of de middelste doen we. Ja, dat maakt mij niet zo ver. Vind ik ook goed, jongen. Doen we dat? Oké, jongen. Ik heb ze ook. Ja? Ja. Oké, jongen. Kom maar door. Links midden. Ja. Gaan we niet voor Son. We gaan voor Christian Pulisic. Is teamgenoot natuurlijk van Kanté. Dat was lekker. Oh, ja. Dat was heerlijk. Kijk, hij heeft trouwens een betere kaart. Oh, die kan ik. Oh, die is een objective, denk ik. Oké, en centraal achterin gaan wij voor niemand minder dan Virgil van Dijk. Oh. Oi, oi, oi. Ja, Vette, ik zal het maar gewoon gelijk zeggen. Dan kun je gelijk weer je tranen bedwingen. Ik had Pulisic en Joe Gomez. Flikker toch, hoe kan dat nou, jongen? Dat kan toch niet? Hoezo kan dat niet? Kerel, het was echt of Saint-Maximin of Pulisic. Het was één van de twee. Nou ja, hoezo? Ik had echt Mané, ik had Rashford. Ik dacht van, nou ja, ik ga gewoon voor een simpelere daar. Ja, hoezo? Maar dat is heel irritant, want dan moet je die laatste nog groen maken. Ja. Ik wist gewoon dat jij voor Pulisic of Saint-Maximin ging. Maar ik dacht die Joe Gomez ook zeker te weten. Dus dat is... Ja, die Gomez had ik dus bijna gedaan. Toen dacht ik, ik ga voor Van Dijk. Ja, slim. Ik zou je matsen met een zilveren, jongen. Heb je verdiend. Ja? Ja, dat heb je wel verdiend. Dit is ziek? Nee, joh. What the fuck? Ja, je mag... Hij heet Alexander Büttner. Huh? Ja, ik wist ook niet. Hij heeft een linkshalfkaart. Oh, vet zeg. Ja, toch? Ziek zeg. Ik wist niet dat die gast leefde nog. Nee, wist ik ook niet. Ik dacht dat hij ook al onder de grond lag, maar... Büttner? What the fuck? Hij speelt gewoon in de MLS, of niet? Best ja, vet. Ja, klopt. Chill, hoor. Heel ziek, what the fuck. Dat is echt de eerste keer dat ik hem ook zie. Ja, ik wist ook niet dat hij nog een kaart had, joh. Ik dacht dat hij naar Rusland ergens heen was gebracht, maar hij is er nog. Ziek, hè? Ah, dit is wel vet. Ja, top. Daarom, jongen. Ja. Mag jij mee spelen. Graag gedaan. Dankjewel, jongen. Alsjeblieft. Gaan we naar mijn laatste drie, jongen? Ja, waar. Zet hem op. Kut! Oh, nee! Kut! Ik heb hier Habs, maar ik had eigenlijk iemand anders bedacht op linksback. Maar die had jij ook niet, dat scheelt. Wat? Maar je mag zelf zeggen... Ah, nee, laat maar, ik laat hem staan. Wat is er? Nee, ik had eigenlijk Mitchell Dijks bedacht op linksback. Alleen, blijkbaar had ik hier Habs even ingevuld nog. Maar nee, ik doe wel Habs. Komt goed. Oké. Okay. Ja? Ja. Ja, ik heb ze. Ja? Oké, okay, jongen, ik heb gekozen voor Joël Veldman, Kenneth Vermeer en Stefan de Vrij. Ja, die heb ik. Echt niet. Ik heb de Vrij. Oh. Zo, wat heb jij voor een team gebouwd, kerel? Dat is echt ik schreef inderdaad eerst twee Ajax op. Dacht, nou, dat gezien wat hij allemaal opschrijft, zal hij dat echt niet uit gaan geven. Dat is echt crisis bij jou of zo. Ja, klopt. Ik heb geen geld, joh. Ik kan het zeggen. Maar komt goed. Ik heb net speciaal voor deze aflevering Cristiano Ronaldo verkocht. Echt niet. Ja. En dan zo. Zag ik deze meuk bij jou. Dacht, ja, er zit inderdaad gewoon geen geld op de bank. Ik had echt een leuk team, hoor. Met Promes en Wijnaldum. Maar ja, die raad je natuurlijk weer net. Ja, Veldman had je rechts. Ja, Hok had je. Wie had je? Kenneth Vermeer. Oh ja, Vermeer. Dat zijn allemaal goede spelers, hoor. Jij onderschat ze. Ja. Maar ik zal wel weer een keer even een duur team bouwen. Komt goed. Oké.
Oké, wil je weer in Vitesse spelen, jongen? Zet de Doekie daar maar neer, jongen. Oh, die is 68 goed. Rating. Hij is snel, toch? Maar hij is wel heel lang. Dat scheelt. Is hij niet snel? 58. Oh. Of 57, sorry. Oké, nou ja. Hij heeft wel 81 fysiek, dat klopt ook niet, want dat is echt een gebouw namelijk. Dus... Ah, nou ja, dat is toch prima. Ja. Daar is hij. Danilo Doekie. Mijn team is compleet, jongens. Wat een team. Ja, als Robin nu niet kan uitblinken, weet ik het ook niet meer. Oké, jongen, gaan we naar jouw laatste en dan gaan we beginnen met de lange afstandsrelatie. Ja. Oké, succes, jongen. Dankjewel, jongen. Ja, ik ga ze nu neerzetten voor jou. Oké. Oké, komt-ie, jongen. Kijk, Weiland, het is sowieso een crisisteam bij jou. Dus ik dacht, ik ga ook gewoon wat leuks bouwen. Oh. De kans is heel groot dat je natuurlijk Joe Gomez, Matip, AK, allemaal dat soort gasten hebt opgeschreven. Dus wij gaan gewoon voor rechts centraal achterin, Nick Viergever. Dan gaan wij links voor, even kijken, een hele zieke kaart. Hij heet namelijk Sint Juste. Oh ja. En op goal gaan we voor Bizot. Oké, ziek. Nee, die had ik allemaal niet. Maar hier maak jij de fout, jongen. Ja? Dit wordt echt ellende voor jou. Viergever is ook linksbenig, die zijn jij niet op rechts. Maar oké, moet je zelf. Ja, maar dat kon niet anders. Want hij is de enige met groen linkje. Ja, precies. Oké. Nou ja, is goed, jongen. Ziek zeg. Bizot. Ja, vet. Jij zei ook nog dat je die Valkenburg niet kon kopen. Dus je mag op linksbuiten Sloor zetten van Groningen. Dan hebben we gewoon aan beide kanten Groningers. Dat is goed voor jou. Sloor heet hij. Snor? Sloor met een L. Kian Sloor. Mooi man. 1,80 meter. Kijk, ah, is goed voor jou. Ik zie het nu al. Ja, is goed voor jou. Koop ze even nog bij elkaar, jongen. Kijk, even die Bizot. Hoppa, 18 jaar oud is die. Ik heb mijn team is bij elkaar, jongen. Dus nodig maar uit. Ja, ik ben bijna klaar. Wat een team zeg. Jezus, Mina. Ja, dit is wel heftig. Die Sint Just, weet je hoe duur die is? Nou? 15k of zo. Zieke kaart. 85 pace. Waar heeft die gek dat vandaag gehaald, man? Oké, jongen, mijn team is ook klaar. Kijk, daar staan ze. Vriendschappelijk. Potje tegen een vriend. Koen Weiland. We gaan. Lange afstand. Nodig uit. Spannende pot wordt dit. Ja, ik sta wel voor, hè, in de klassement. Sta je voor? Mhm. Huh? Ik kan me niet voorstellen. Maar de laatste twee keer gewonnen, zelfs. Ja, het zou kunnen dat je er eentje voor staat. Dan zou je hier in deze stand 2 moeten voorstaan, want 1 keer hebben we nog geliefd, weet ik niet. Klopt. Ja, het zou kunnen hoor. Dan moet ik vandaag dus winnen, jongens. Oh, joi. Ja. Oh, Jochem staat 6-5 voor. Ziek, hè? Oeh. Ik moet vandaag winnen. Uiteindelijk komt alles goed met Robbe, Stevie en Brian Linsen. Moet dit goed komen. Dat denk ik ook, jongen. Vette, heel veel succes. Jij ook. Zet hem op, jongen. Kijk hier Ruud van Nistelrooy, hoe vet die is. Ja, die is wel vet. Oh, ik baal echt van die Wijnaldum, van die promes, jongen. Ja? Oh, ja, zonde. Vette kaart hoor, allebei. Ik heb die Road to the Final bij Wijnaldum, hè? Heb je die? En waren allebei Road to the Final kaarten. Oh. Ja, hij is los! Kijk dan! Niet! Daar gaat hij al! Arjen! Vroeg. Prachtig gedaan. Prachtig. Steady. In balbezit gebleven. Linsen. Oh, die Gravenberg. Spot nooit met Ryan Gravenberg. Oh. Werd het dat die Van Nistelrooy geen één keer langs Veldman komt? Nee, dat denk ik ook. Daar gaat hij. Arjen! Oh, die vieze vetnek, jongen. Goed gekiept. Ja, heel goed gekiept van jou. Serieus. En los! Oh, een redding! Ik heb dit nog nooit gezien, zo'n redding. Jij wel? Nee, heel bizarre redding. Oh, nee! Nee! Sloor! Wie is dit Sloor? Antwele Slorry! In een andere gedaante! Goed, jongen! Oh. Zet je poten er tegenaan. Ja, inderdaad. Wat een potenactie. En dan, vroeg, splijtende paas. Robbe, prachtig, is weg. Linsen, en weer vroeg. Vroege voorzet. Oh nee, hier is hij. Vroeg, met de voorzet. Met geen vroege voorzet, maar wel... Hé, pingel. Ik doe niks. What the fuck? Ik laat die herhaling zien. Laat die herhaling zien, alsjeblieft. Ja, ik voelde al op het moment dat hij ging liggen dat het een pingel was. Kijk dan! Ja, de knie. Je ziet die knie in het dijbeen gaan. Dit is zo triest. Als je me scoort met Robben, moet hij eraf, hè? Dat doen we vandaag niet, jongen, helaas. Gelukkig. Kom op dan. Ja, en meteen weer! Vel erop door Brian Linsen! Dit is goed hoor, jongens. Op, kijk eens, weer zo'n splijtende bal van vroeg op Robben. Die gaat buitenom, dat kan hij ook. Als Sven Kramer. Robben, oh! Oh! En dan... Een El Jocho moment. Oh. Waar is die Ruud nou weer? Jongen, oh, Bruns.
Brust! En dan de volley! Wat? Nah, kom op man. Hé, hey, dat was nog buiten de 16 geweest ook, hè? Ja? Die had dubbel geteld. Ja, tuurlijk. Kut, waarom zeg ik dat net nu? Dit is wel geweldig. Jij meteen, oh ja, kut. De buiten de 16. Ja, tuurlijk. Schitterend. Kan ik wel. Ja, schitterend. Vroeg, alweer. Speelt echt de sterren van de hemel vandaag. En El Jocho, die moet ik hem geven. Maar ik geef hem altijd. Ik geef hem altijd. Robben. In de 16. Robben. Natuurlijk met z'n twee sterren weakfoot. Dat kan gewoon allemaal. Wat een schitterende goal. En weer vroeg met het balletje aan de basis. Arjen. Oh man. Die Ruud jongen bij mij. Ja, ik heb geen genade voor jou vandaag. Ruud. Oh, is er langs bij Veldman. Is een uniek moment. Maar toch, bikkelt John. Dit is een uniek moment. Oh, dit ziet er dreigend uit. Dit ziet er dreigend uit. Ja, nu moet je uitkijken. Stiftje, toch niet? Hij durft het niet. Dan plaatsen. Oké, okay. Enkel. Het is stil. Kijk, daar. Dat is Ruud, hè? Ja, dat is toch Ruud, inderdaad. Dat is wel waar. Ja, ja dat is toch Ruud, één keer. Hij loopt wel schitterend diep, kut, hè? Kut. Toch, als jij nu één keer van buiten de 16 scoort, sta je voor, hè? Ja, dat is mijn doel. Ah, weet je wat wel echt gênant is? Die volley van Linse. Is die gast niet ook nog links? Linse. Oh, prachtig. Vroeg. Oh. Vroeg. Wat een assist. Die gast, jongen. Ik ga, als ik hem ooit een keer zie, spreek hem aan. Wat is dit? Patrick, jongen, als je kijkt. Wat een fenomeen ben jij. Heerlijk. En Linse. Oh, Linse schitterend. Vroeg. Oh, vroeg ik het dan. Oh. Oh, die vroeg, jongen. Wat een gek is dat. Ruud, jongen. Ja, het is logisch. De tegenstander begint zich nu ook tegen vroeg te keren. Oh, nee. Oh, gaat hij de 16 inlopen? Oh, ah! Oh. Ruud, wat doe je nou? Stevie. Oh, ja, dit is schitterend. Dit is schitterend, trouwens. Ik dacht, net op het randje 16. Het is dan niet gelukt, jongens. Wie? Ruud. Zo! Oh. Dat is wel een hele zieke, die telt dubbel, hè? Ja, maar dit deed ik in de weekend league ook alleen maar. Dat werkte wel echt heel goed. Ik vind wel eigenlijk dat jij nu al de video hebt gewonnen. Want hier doen we het eigenlijk allemaal voor. Met Robben, buiten de 16. Jezus, Mina, wat een goal. Oké. Ziek, hè? Oh. Oh, Tom, die moeten wel even in, nee! Hè? Bruns! En dan vroeg! Die paas, jongen. Echt, ik paas gewoon die gast daar links aan. En hij kruist hem ja, door het midden naar wie weet waar. Dit gebeurt jou al anderhalf jaar, dit. Ja, maar dat komt omdat goed, ja, het spel registreert het gewoon niet, jongen. Dat is zo jammer. Oh, what the fuck? Geen bij het spel ook. Zo, Kenneth Vermeer. Nee, wat doe ik? Nee! Nee! Oh! Dat is mooi. Kenneth. Oh, wat doe ik? Oh, wat ziek. Die keeper oh, ook. Dom. Nee. 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 Verlies. Nog één keer. Gravenberg. Bruns. Weer vroeg. Waar is Robben? Als je hem nodig hebt. Vroeg. Vroeg. Die vroeg. Dat is echt niet te geloven hoor, die gozer. Robben, daar gaat hij. Jammer, net niet. Oh, wat sick, passie. Helaas, jongen, verlenging. Oh, wat dom. Robben, kom op, je moet even wat meer naar voren lopen. Hij loopt zo ver terug bij mij in dat systeem. Dat is echt irritant. Ja, hij is niet aanwezig. Nee. Nou, ik vond het ook al, maar zijn dribbling. Mijn eerste potje toen met hem. Op goede gameplay in de Weekend League is hij echt fucking goed. En die afstandsschoten allemaal, getimed lange hoek, zitten allemaal bijna. Ja, precies. Ja, kut, sorry. Ja, hoe kan ik jou zo centraal lopen dan? Je hebt hem gewoon centraal gezet, hè, vetzak. Nee, ik weet ook niet waarom hij daar staat. Kerel ziek, hoor. Hij komt gewoon elke keer bij jou centraal er doorheen lopen. Oh, geeft hij hem weer weg. Linse, waar ben je? Linse! Kom op, wat een goal. Wat een goal. Kom op. Linse, jongen. Vieze hond, jongen. Oh, heerlijke bal. Robben, wat een paas van Vermeer. Zo, jezus. Oh, dit was helemaal niet op de bal, joh. Kerel, wat een lijpo is die Robben, man. Dit is een soort tweede Ronaldo, dit. Ja, haps. Ja, serieus, dat is wel ziek.
Die haps is bij mij echt een fenomeen. Brunsie, prachtig. Bergwijn, nu moeten we het killen ook. Kom op. Ah, tyfus. Kut. Tyfus. Kut. Oh. Mooi zeg. Toch heerlijk als er toch bij jou dus zit er dan toch wel weer een beetje hoop, weet je wel. Dat je die dan gewoon nog even zo wegneemt. Oh, lekker jongen, Bergwijn. Hop. Brunsie. Hey. Oh, wat een aanval. Schitterend dit. Kan Bruns zijn geweldige wedstrijd dan nog bekronen? Bruns! Nog één kans. Dit is toch niet normaal? Nog één moment. Buiten de 16 was hij geweest, hè? Dit was van buiten de 16 geweest. Waarom kan die Bruns dat niet? Brunsie, kom op. Eén moment, buiten de 16. Ja, flikker op, man. Ah! Oh. Wel ziek. Die had ik goed moeten timen. Goed. Die kom had op, we staan weer gelijk. Zet je, dan vliegt hij erin, hè? Hey, als ik hem goed time, ja, vliegt hij erin. Dat zou best kunnen. Vet, ik moet wel echt snel gaan, maar ik heb genoten, jongen. Hey, ik moet wel zeggen, een van de leukste wedstrijden die we ooit hebben gespeeld, denk ik. Ja, zeker. Zeker. Knap teruggekomen. Ik dacht dat ik er al was. Altijd gevaarlijk. Robbe, fantastisch, jongens. Robbe, 10 uit 10. Echt geweldig. Ja. Echt een vette kaart. Echt heel vet. Zeker, jongens. Hey, bedankt, Weiland. Jij ook bedankt, jongen. Tot snel. Bye bye, jongen. Ciao, ciao, jongen. Bye bye.